Hallo? En wat komt je doen? En geef Ritje eten. Ik ga maar één keer. En is het mooi? Heel mooi. Daar zijn haasjes. Grote haasjes. Ja, we moeten naar daar gaan. Hier tegen de muur zijn mooie haasjes. Ah ja. Mooi. Rode jasjes. Groene jasjes. Bruine broek. Groene broek. Je moet hij er open dan? Aan deze kant zijn de kleine broertjes. Gele broek, groen jasje. Gele broek, roze jasjes. Daarboven ziet u de pluimpjes en de eitjes. Heel mooi. Hier zijn de vliegende kuikens van Rudy en René. Hier boven het buffet hangen de mooie dansende paaskroggen in riet. Hier ziet u een konijntje in een ballonnetje. Op het buffet is een schommeltje met allemaal haasjes. Heel, heel mooi. Mooie paaseitjes. Kippetjes, eendjes, een kuikentje en een varkentje met een broekje aan. Hier op de vensters ziet u de mooie verlichte paasklokken en eitjes. Dit is de zus van Tineke van Stokkem. Dat ik er al 20 jaar doe. Tineke krijg ik de vierde. Tegen de venster aan. Goedendag, moet ik je helpen? Wat kan zijn? Wat? Dit is een paasboom. Dit paasboom is gemaakt van mooie gekleurde eitjes. Heb ik hier nog? Ja, maar kijk. De paaseentjes. En ook hier boven aan het plafond hangen de haasjes in het ballonnetje. Hierboven op de kast staan nog de familie Haas. Aan de deur kleven kuikentjes, eendjes en mooie haasjes. De grootste paashazen staan daar. Dat zijn twee janollehazen. Paashaas Robbie en paashaas René. Zie je, dat is meer. Lijkt meer op. Dat is mijn maat ongeveer. Die Rudy. Allee! Moet me niet vullen, hè? Nu mijn haren steken, die. En dan zonder eet hier maar iets, hè? Rudy, samen slaan, we zullen paarden zo in de tijd. Ik heb dus juist niks. Een kind! De vijf. Oh, dat zijn eentjes die gebruik ik dus als assenbakjes. Zijn je bezig of niet? Ja, ja. Dat zijn eentjes. Zeker dat ik zo in mogen en dat gebruik ik als assenbak. Gewoon, hè. Maar, Rudy, pak ik krijg ik die. Dus niks. Dat heb ik van mijn vent gekregen. En wat ik krijg, moet ik niet weggeven. Deze neem ik mee, we pikken die mee. Chip. Oh, zo lekker.